Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft gisteren de Ik Ben-website in Stibula gelanceerd. Deze website maakt deel uit van het integraal kinderbeschermingsnetwerk Ik Ben, dat als doel heeft een inzicht te krijgen in de rechten van kinderen in Suriname en hoe deze beter te waarborgen. De waarnemend directeur van SOSAVO, Angela Salmo, vertelt meer over het doel van de website. Daarnet hebben we de launch gehad van het Ik Ben website. Het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk heeft vanaf nu ook een website waarbij we onder andere onze activiteiten die we de afgelopen 2 jaar hebben uitgevoerd, gaan wij dus dan presenteren aan het grotere publiek als naslagwerk natuurlijk ook. Daarvoor zijn er diverse onderzoeken geweest naar de situatie van de jeugd, van jongeren in Suriname, dat meenemen. We hebben het Multiple Indicator Cluster Survey gehad, dat nu recent de data weergeeft van de situatie van vrouwen, kinderen en mannen in Suriname. En het is dus dan de bedoeling om zoveel als mogelijk informatie te verschaffen en dat weer een werking zal hebben dat we samen gaan werken in het belang van onze kinderen. Want die hebben ons nodig. En als we samen kunnen werken, die data is er nu. De activiteiten zijn er, manpower is er. Waarom wachten we? Het project is in 2017 van start gegaan met ondersteuning van UNICEF. In de afgelopen jaren is er ontzettend veel data verzameld die een inzicht geven over de status van kinderen in Suriname, zegt Salmo verder. Data wat we tot nu toe hebben gehad geeft aan dat er nog veel werk is aan de winkel. Er worden goede stappen gemaakt in de richting van verbeteren van de situatie van onze kinderen. Dan nog zijn er zaken waaraan we ons moeten houden als we denken aan de verdragen die we hebben getekend, de kinderrechtenverdrag onder andere dat we hebben. We hebben de Sustainable Development Goals 2030 waarnaar we moeten werken en streven om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dan zie je als je dat allemaal uitlegt en als je ook kijkt in het dagelijks leven wat er gebeurt met kinderen, dan weten we dat we nog wel in de goede richting zijn, maar nog meer stappen towards each other moeten gaan maken om het samen te doen. Kunt u een beeld schetsen over hoe kinderen in Suriname leven en hoe dat veranderd zal worden met dit project? Oké, hoe ze leven? Kijk, over het algemeen gaat het wel goed. Het is niet dat kinderen doodgaan in Suriname. Dus zo extreem. Ze worden wel geslagen. Ze worden wel geslagen. En we daarop willen we veel verder gaan stressen en samen gaan werken van dat stukje slaan, het stukje verbaal geweld. Daar moeten we dat gaan zien in te dammen. En dat kun je doen door heel veel informatie te geven. Laat de economische situatie van het land, dat moet niet een heet hangijzer zijn. Het zijn jouw kinderen, het is jouw toekomst en we moeten ervoor zorgen dat we het beste van maken, het beste investeren in ons kind. En dan weten we zeker dat de toekomst van ons rooskleurig zal zijn. Angela Salmo, waarnemend directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, gisteren na de lancering van de Ik Ben-website, de Stibula. Verschillende jongerenorganisaties hebben dit evenement bijgewoond.